oorlogsbeelden uit het grensgebied van Iran en Irak, ons vandaag toegezonden door de Iraanse televisie. Soldaten hebben een Iraakse tank in brand gestoken en volgens de commentator zijn de Irakezen in paniek gevlucht. Niet duidelijk is of deze film is gemaakt op Iraans of Iraaks gebied en ook niet wanneer precies. Maar alle Iraanse kranten melden dat het Iraanse leger diep in Irak is doorgedrongen en de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft dat vandaag bevestigd. De Iraanse cameraman kreeg een hevige schok te verwerken toen vlakbij hem plotseling een Iraakse granaat insloeg. Een Iraanse soldaat werd daarbij ernstig gewond. Een kameraad probeert hem bij te staan, maar de gewonde riep: Allah is groot. Behalve de olieopslagplaats op het eiland Garg heeft de Iraakse luchtmacht ook drie Iraanse steden gebombardeerd. In de stad Ghoramabad werd daarbij onder meer een ziekenhuis getroffen. 25 mensen werden onder het pijl bedolven, aldus de Iraanse commentator, onder wie 11 kinderen. In de Iraanse hoofdstad Teheran, 600 kilometer van het strijdgebied, is vandaag 3 minuten lang luchtalarm gegeven. Maar het is niet duidelijk of Iraakse vliegtuigen de stad ook metterdaad hebben aangevallen. Uitgevers van tijdschriften hebben een slecht jaar achter de rug. Ook de eerste helft van dit jaar geeft geen reden tot optimisme. Zo schrijft de organisatie van tijdschriften uitgevers De Notu in het vandaag verschenen jaarverslag. Het ligt min of meer voor de hand. Mensen hebben steeds minder te besteden en een van de gevolgen is dat er dan minder tijdschriften worden verkocht. Een sterke daling van de losse verkoop, vooral bij maandbladen. Een tweede tegenvaller is een opvallende daling van het aantal advertenties. Personeelsadvertenties bijvoorbeeld, 40% minder. Nou, in 1981 hebben we inderdaad ook de gevolgen gekregen van de algemene economische ontwikkeling in Nederland. En dat heeft zich met name heel duidelijk laten zien in de advertentiebezetting van de bladen. Minder advertenties, hoeveel minder? Ongeveer, gemiddeld over alle soorten bladen, 10% minder pagina's, minder volume. Tijdschriftenuitgevers kregen afgelopen jaar ook te maken met buitengewoon stijgende papierprijzen. Voor papier van een betere kwaliteit moest 25% meer worden betaald. Al met al overlevingsproblemen bij sommige tijdschriften. Als dit zo door blijft gaan, dan zal dat zeker het gevolg zijn. Dat er bladen gaan verdwijnen? Ja, ongetwijfeld. Ja, welke titels? Onmogelijk te voorspellen. De tijdschriftenuitgevers verwachten dat uitbreiding van de reclame op radio en televisie de uitgeverijen onder nog zwaardere druk zal zetten. In een groot aantal havenstadjes langs het IJsselmeer is vandaag een actie begonnen tegen het kapotvaren van visnetten en fuiken. En dat onder het motto: vaarwater is ook viswater. Volendam is zo'n haven aan het IJsselmeer. Het is niet alleen een heel bekende toeristische trekpleister, maar in Volendam komt ook de pleziervaart graag. Alleen blijkt niet iedereen die zijn vakantie op het water doorbrengt even goed te weten dat er onder water voor honderdduizenden guldens aan bedrijfskapitaal ligt. Het zijn de netten en de fuiken van de vissers op het IJsselmeer. Voor velen van hen wordt de vis vaak extra duur betaald. Zo leed één Volendamse visser vorige week ruim 30.000 gulden schade, omdat de netten en fuiken die hij in het IJsselmeer had uitgezet, net zoals deze, kapot gevaren waren. Visser Klaas Stol vaart nog elke dag de haven van Volendam uit, naar de 500 fuiken die hij heeft uitstaan. Op het IJsselmeer ontmoet hij ook de pleziervaart, maar zijn plezier verdwijnt als de scherpe kiel of de zwaarde van een zeiljacht de uitgezette fuiken weer eens vernield blijken te hebben. Duizenden gulders aan brokken wordt er gemaakt op het IJsselmeer door de pleziervaart aan de fuiken. Alles is weg. Zo'n stelletje vaker, dat kost 1000 gulden. 2 vaker met de skutwand. Die skutwand is helemaal weg, in een hele vaak weg. En dat komt nou alleen door de zeilers. Die mensen, als ze
die stokjes zagen met twee lapjes. Allemaal stokjes met twee lapjes, een hele rij. Als ze daar doorheen gaan, dat moet ze even een zwaard lichten. Want daar maken ze de meeste brokken mee. Oftewel, vaarwater is ook viswater. Dat wordt verteld in een brochure die vanaf vandaag in een groot aantal IJsselmeerhavens wordt uitgedeeld. Een gezamenlijk initiatief van watersport, visserij en milieuverenigingen die hopen dat watersporters voortaan ook bereid blijken de schade die ze berokkenen te vergoeden. Dat brengt ons bij de weersverwachting tot morgenavond. Wisselend bewolkt met enkele regen- of onweersbuien. Minimumtemperatuur ongeveer 15 graden. Middagtemperatuur van 19 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten van het land. Matige zuidwestelijke wind aan zee en op het IJsselmeer, eerst nog af en toe krachtig. De vooruitzichten voor zaterdag tot en met dinsdag luiden: zaterdag wisselend bewolkt met nog een enkele bui, middagtemperatuur ongeveer 20 graden. Daarna droog, zonnig en geleidelijk warmer. Einde van deze nieuwsuitzending, dames en heren, goedenavond.